Zo, hopelijk heeft u genoten van het eerste deel, de snelle hap met Dimitri. Probeer het gerechtje ook eens bij u thuis. U kan nu kijken naar deel 2 met SOS Dimi. Hij lost een probleem op bij iemand thuis. Veel kijkplezier! In de aflevering van vandaag gaan we op zoek naar Marlies. Zij heeft problemen met haar vegetarische spaghetti saus. Weg zijn we! Marlies, je had mijn mailtje gestuurd. Ja, mijn spaghetti saus lukt niet. Oké, dan gaan we dat oplossen. Mag ik even binnenkomen? Kom binnen, Timmy. Ja? Hier is mijn vegetarische spaghetti saus. Oei, 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 oei. Ja, ik weet het. Wat is dat? Ziet er niet goed uit. Ze is ook niet lekker. Ze is wel heel slecht. Ja, ik weet het. Kom je me helpen, SOS Team? Oké. Jij mag er nu aan beginnen en ik grijp in waar nodig. Oké. Ik pak dus mijn pan. En dan begin ik met de olie. Oei, 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 oei. Stop! Toch geen pan, Marlies. Je gaat saus maken in een anti-kleeflaag. Het principe van een pan. Oei, 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 oei. Een gewoon keteltje. Oké. Oké. De ketel. Doe nu maar verder. Dus ik begin met de olijfolie. Oké. Stop! Wacht, wacht. Ja. Ik warm de olie op. Ja. Zijn en je groenten, waar zijn de groenten? Dit zijn mijn groenten. Is dat alles voor spaghetti saus? Ja, champignon. Oh, ik zal ingrijpen. Mag ik even in mijn SOS koffertje? Spaghetti saus bestaat natuurlijk uit champignons, ajuin, maar bovenal rode paprika en groene paprika. Oké. Dan gaan we de groentjes aanstoven. We zetten het vuur op. Zo, de olie eventjes warm worden. Je kan dat zien als de damp daar zo'n beetje uitkomt. Dat is nog niet het geval. De olie is warm. Nu gaan we de groenten bijvoegen. Ziet maar hoe het dampt. Mooi, allemaal tegelijkertijd. Ja, ja, allemaal gelijk. Zo. Rode paprika. Voilà. En de champignonnetjes. En hoor de olie zingen. Zo moet het. Voilà. Just zo. En mooi roeren. Voilà. Zo. Eventjes een deksel erop. En dan gaan ze dadelijk verder. Ja? Ja. Goed, voilà, de groentjes zijn gaar. Allee. Zo, en dan doe ik er de gepelde tomaten bij. Oké. Mag ik? En, ja. En de kruiden? Die kruiden. Dat is alles? Ja, en peterselie. Oei. Daar heb ik dus de oplossing voor. De Kok's speciale spaghetti molentje. En een beetje kruiden, uiteraard. Zo, een beetje oproeren. Een beetje kruiden. Van de magische pot. Oké, dat is genoeg van die. Zo. Een beetje speciale de kokkruiden. Alsjeblieft, cadeautje voor u. Dankjewel. En dan gaan we verder. Dan gaan we dit laten opkoken en een beetje bijbinden.
bijbinden. Jij doet dat niet? Nee. Dat zou wel dat jij zo'n... ja, loperige saus krijgt. Oké, en hoe gaan we dat dan bijbinden? Met een speciale bindmix van Piet. Oké, nu gaan we een beetje bijbinden. Oh. Blijven roeren? Ja, ja. En hoeveel moet daar dan zo in? Vingerspitsengevoel, Marlies. Vingerspitsengevoel. Je ziet al een mooie, tamelijk dikke saus. Zo moet het zijn, Marlies. Ja, het is voilà. Al meteen een heel verschil natuurlijk. Voilà, en we hebben een mooie saus. Maar Marlies, zoals je weet, ik vertrek niet voordat ik weet wat jij vandaag geleerd hebt. Punt 1. De saus binden. Punt 2. Meer groentjes gebruiken voor een vegetarische spaghetti saus. Punt 3. Meer kruiden gebruiken. Oké, jij hebt dat goed geleerd. Een kus voor jou. En ik ben ermee weg. Oké, bedankt Timmy. Dag. Dag. Mmm. Ja, zo meteen.